Welkom bij een nieuwe Gamers at Gear, het item waar we de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Sorry, er gaat echt een wekker af. Ik weet niet waarom een wekker af. Normaal staat Tom op om 4:50 smiddags. Ja. Waarom gaat deze wekker? Geen idee. Het is heel weird. Ik denk dat ik... Oh, gisteren had ik een brownie in de oven. En die moest er op tijd uit. Sure. Maar die wekker is gaan herhalen. Zo ongeloofwaardig dat ik het geloof. Wil je een stuk van de brownie? Zou je sieren? Ja. Dus dat zou meenemen. Kijk hier, werkgever. Dat is wel een hele relaxe werkdag dan. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear, waar we de laatste tech, gadgets en gear bespreken. In dit geval een headset van Plantronics. Dus niet helemaal, hij is niet best wel oud al, toch? Nou, de Rig 500 is best oud, maar dit is een soort van revisited model. Dus de Rig 500 Pro, dus ze hebben hem een soort van nieuwe twist gegeven. Okay. En nou is hij hernieuwd in de winkels komen te liggen. En wat is er professional aan dan? Ik denk dat ze Pro gewoon hebben omdat dat een coole naam is. Is ook een coole naam. Dus in die zin zeer geslaagd. Nee, in het design hebben ze wat dingen veranderd. Dus het is nog steeds dezelfde soort van 50 mm budget headset, of in ieder geval medium range. Dus €80. De kabel is nu los te halen, de microfoon is weer los te halen. Er zit hier een aluminium band bovenop in plaats van het plastic. Enerzijds tof detail, anderzijds gaat de rekker wel een klein beetje uit. Hij is in het begin juist heel stevig en ik kan me voorstellen dat hij een aantal zomers later misschien juist heel erg flubberig wordt, want aluminium. Andere kleine aanpassingjes zijn dat ze nu de kabel dus modulair hebben gemaakt en er zit nu volumecontrole in. Dus dat hebben ze mooi meegenomen. Dat weet je wel, mocht je hem op je Xbox of whatever aansluiten, het gaat gewoon met een jack natuurlijk, dan kun je daar de volume ook nog van bedienen. En de earcups zijn een klein beetje veranderd met een klein beetje nepleer en dan ook nog wat stof. Dus het ademt en het sluit af. Leuk aan Plantronics heads vind ik altijd dat je net kan doen of je ze sloopt. Ja. Maar dan sloop je ze niet. Het is gewoon modulair. Ja, je kunt inderdaad de cups een klein beetje soort van verplaatsen in drie verschillende gaten. En daarmee de rek een klein beetje aanpassen. Maar ik moet zeggen, hij is verder niet zo heel erg verstelbaar. Ook vooral door die aluminium band. Hij drukt gewoon altijd op dezelfde manier naar binnen. En er zijn dus eigenlijk maar een paar standen waarop je hem kan vergroten of verkleinen. Dus als hij niet meteen lekker op je hoofd past, is dit zo'n headset die het waarschijnlijk ook niet gaat doen. Of die niet een verstelbare functie heeft om ineens wel te passen op jou. Andervormige hoofd of zo. Ja, precies. Dus het is wel een beetje een stijloverweging ik vind het er chic uitzien, maar daardoor kan het wel net weer niet op je hoofd passen of zo. Dus dat is misschien iets waar je mee op moet letten. Hij is analoog? Ja, deze is analoog. De Rig 400 en Rig 500, allebei budgetmodellen, €70-80, zijn gewoon met een jack te bedienen. Dus daar komt ook een splitter bij, zodat hij in een ouderwets moederbord kan, maar je kunt hem eventueel ook gewoon in je mobiel Switch, PlayStation controller, Xbox controller, whatever steken. Ja. We hebben hier dan alleen wel het model wat zich een beetje richt op PC. En dat zie je dus aan de gouden kleuren, anders doen ze andere tinten erin. Goud is voor hun, bij Plantronics, dat wil zeggen, dit is een PC-model. PC is goud? Ja. Oh. Maar dat wil wel zeggen, omdat het een Plantronics headset is voor PC, krijg je ook Dolby Atmos erbij. Dus dat is een licentie die werkt op zowel Xbox One en op PC, niet op PlayStation 4. Dus met de PlayStation 4 versie krijg je hem ook niet erbij. Maar je krijgt gratis Dolby Atmos erbij. Leuk. Hoe klinkt het? Dat is natuurlijk waar het om gaat. In de drivers hebben ze eigenlijk best wel weinig aangepast. De luidsprekers zijn nog hetzelfde model, lijkt het in ieder geval, als de ouderwetse 500. Dus 50 mm drivers, klinkt zuiver, alleen zou ik zeggen dat het wat vlak is. Dus, niet zoveel bas bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Er zit wat minder, weet je wel, de treble komt niet heel mooi over de bas heen. Het is gewoon een zuiver geluid, maar het is vrij neutraal. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar andere 50 mm headsets van Corsair, van Razer, van Logitech. Vaak wat meer, zeg maar, eigen punch in die headsets. Deze zijn heel erg gewoon... Ja, ik vind vlak een goed woord ervoor, maar dat wil natuurlijk wel zeggen omdat ze analoog zijn. Kijk, als je op PC gamet, gooi even in je eigen moederbord instellingen wat andere equalizers of zo over je geluid heen. Dan kun je het natuurlijk aanpassen. En het leent zich natuurlijk wel goed voor Dolby Atmos als je game dat ondersteunt. Ja. Of je film, dat je dat erop gooit. Dan klinkt het gewoon echt heel vrij. Ja, en dan de outgoing audio, dat is altijd een beetje een ding. Ja, de microfoon is nu wederom detachable en verstelbaar. Klein beetje priegelig, vond ik. Ja. Maar het is basically gewoon echt een heel standaard geluid voor de microfoon. Dus het is prima voor je online game sessies, maar ga er geen, weet je, audioboeken mee inspreken of zo. Daar klinkt het nog gewoon echt te schril voor. En het is ook niet dat ze hier, weet je wel, noise cancellation of zoiets opgooien, want het is allemaal analoog en je kunt het overal inprikken. Dus ja, het werkt, maar niemand gaat in het Discord zeggen van, wow, je hebt een mooie nieuwe microfoon. Daar is het gewoon niet voor geschikt. Zullen we even luisteren hoe het klinkt? Ja. Oké, hier komt een audiocheck. Hi, dit is een microfoontest van de Plantronics Rig 500 Pro. Je hoort het, hij is
prima aan zuiverheid. Er zit alleen een kleine ruis in. En dat is vooral in de afstelling. Als je hem heel erg gaat boosten, gaat die ruis enorm hard terugkomen. Maar voor nu is het goed te doen. En als je hem een beetje goed afstelt en ook goed, zeg maar, verstelt op je mond. Niet te dichtbij je mond plaatst. Dan kun je er gewoon prima een potje mee gamen. En lekker met je maten communiceren. Het is alleen niet enorm zuiver. Als je ermee wil streamen, nee, absoluut niet doen. Koop een mooie microfoon. Voor je gamesessie, keer skypen, prima. Ja? Ja. Ja, dat is wat je zei. Ja. Gewoon voor je gaming. Het voldoet, maar ja, ga er niet in schreeuwen. Nee. Oké, dankjewel Tom. Even nog even de prijs. Ja, €80 voor dit model. Oh. De RIG 400 Pro, weet je, dezelfde soort van reworks hebben ze erop gedaan. Maar dat is dus 40 mm, net iets kleiner. Die is €70. Dit is de richtprijs €80. En weet je, als de microfoon kan vallen, die doet het waarschijnlijk nog steeds. Nou, dankjewel Tom voor je bijdrage in deze Gamersnet Gear. We geven hem misschien weg, maar dat weten we nog niet zeker. Hou ervoor bij Gamersnet.nl in de gaten als je hem wil winnen. Hopen dat het mag, lijkt ons leuk. Maar goed, de Plantronics RIG 500 Pro. Tom is mee aan de slag geweest. Jij weet er nu alles van. Bedankt voor het kijken. Tot snel op gamersnet.nl.